De modernisering en het mooier maken van de waterkant en omgeving kan na 2 jaar uiteindelijk beginnen. Vanmorgen werd het startsein voor de activiteiten gegeven bij het Oud-Vlaggenplein aan de waterkant. Natasja Deul, coördinator van het PUR-project, stelt dat er veel voorwerk en studies zijn gedaan om te weten hoe de zaak aan te pakken. Vervolgens hebben we gesprekken gehad met alle vendors en crafters van de waterkant zoals u bekend bent. En vandaag hebben we eindelijk het moment waarbij we een bordonthulling hebben samen met de aannemer en de supervisie. Ik moet zeggen dat de waterkant slechts één onderdeel is van het geheel programma zoals u weet. We hebben heel veel gedaan met placemaking, landscaping. We hebben met placemaking, en dat is gewoon het mooi woord voor het mooier maken van onze binnenstad. Waarbij we enkele plekken moderniseren, verfraaien. Waterkant is het grootste gebied dat wij aanpakken. Vervolgens hebben we Fort Zeelandia, Palmentuin en Kerkplein. Aan het plan voor placemaking heeft mevrouw Esperanza Bedeuts gewerkt. Aan de landscaping heeft mevrouw Sinfra Saandam gewerkt. Zij heeft dus bijgestaan dat alle werken werden uitgevoerd met de kleine suppliers. Deul zegt ook dat het project wordt uitgevoerd door Vitali NV onder supervisie van Ilaco NV. Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, zei dat het niet makkelijk was om de standhouders van de waterkant op een andere plek te krijgen. En het is eigenlijk zover. Ik feliciteer natuurlijk Paramaribo op de eerste plaats. Het resort Rainville. De waterkant valt nog steeds onder het resort Rainville. En ik hoop dat hierna het startsein wordt gegeven, dat we kunnen gaan bouwen. En de bouw zal natuurlijk een hele tijd duren. We hopen het te klaren binnen 12 tot 15 maanden max. Dus het zal ergens in 2025 zijn. Ik wens de aannemer heel veel succes met het masterpiece. Ja, het ziet er heel fantastisch uit. Er zijn nog wat uitdagingen, maar goed, we zullen met alle problemen rekening houden. En ik hoop dat alle mensen hieraan zullen meewerken, dat we straks samen hier kunnen vertoeven op de nieuwe waterkant. Bolla voorspelt dat het project ergens in 2025 afgerond moet zijn. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de uitdagingen die bij de bouw en herinrichting zullen meekomen.